ce va bene la zi. Vide vinare, vide vinare. Nou, dus Sonia, je kan me vast wel van de thaiboksen van TMF of wellicht in de filmwereld. Ik ben hier vandaag om naar een paar tracks te luisteren en ik ben echt benieuwd wat deze meneertjes, me voorschoten. Opzij. Ik zoek een buddy. Nee, ik vind het wel leuk klinken. In mijn hoofd, maar we praten niet meer. Ongeremd, ongetemd, inconsequent. Spit nonsense aan de mensen. Geflipte mist van condens en nonsense concurrentie. Ja, ik ken de rapper niet, maar klinkt als Brain Power Extins. Wel goed, maar niet mijn ding. Mijn ding, ja, wat is mijn ding wel? Ja, dan ga je toch richting de Amerikaanse heldinnen en helden. Dat zijn Beyoncé, Alicia Keys. Ja, Keisha Cole, de Mary J. Blige. Dus deze die richting. Lekker zomerse deuntje dit. Dat is wel leuk. Vrolijk. Dat zijn we goed. Beetje internationaal muziek is dit. Waar je hoofd zit hoor. Vrolijk, exotisch deuntje vind ik het. Het is reggae en daar hou ik wel van. Alleen ik heb ze één keer gehoord op Vanix, maar was de naam vergeten. Lady Kavida, featuring Yellowman. Okay. Nou, wel leuk. I knew through and through now. I knew I would follow you. And where it leads me, I'll run with you. There's not a thing that I wouldn't do for you. Hey, it's London calling. It's the hay calling. It lifts me up off the ground. It's London calling now. Things have come around. I knew it was always you. Ever since I laid eyes on you, I had that feeling that wouldn't go away. I knew through and through now. I wanted to be with you. Ja, dit is Kane, een hele goede band uit Den Haag. Oh. Ja, ik ben wel een beetje fan van Kane. Ze hebben hele gevoelige tempo rocknummers waar ik af en toe van hou, bij bepaalde stellingen. Als ik een beetje droevig ben, of als ik happy ben, of agressief ben, dan luister ik naar Kane. Identity. Who I am, what I am,
moet je echt van houden hier. Maar ik heb wel soms stemming dat ik af en toe zo zit. Vind je niet erg? Niet als ik rustig wil worden. Dit maakt me niet rustig. Ik vind de band goed te spelen. Maar de zangeres vind ik vocaal niet heel sterk. En die andere freestyle. Weer een rocktrack. Ik moet het vooral niet in mijn kamer gaan afluisteren. Daar ben ik helemaal agressief van. Dus ik hou het maar lekker bij zo rustige vocale nummertjes. Geen idee. Maar het klinkt goed. Lekker funky! Dit is echt voor mijn tijd. Echt voor mijn tijd. Maar dit soort muziek wordt tegenwoordig niet meer gemaakt. Dit zul je nooit meer terugvinden in deze tijd. Nou ja, dan moet je een remake doen. Dat was het toch vroeger, ja. Weet je zo? Van de vorige generatie muziek. En ik denk dat alle vaders en moeders van vroeger hier helemaal uit hun dak gingen op school. Of in een discotheek. Echt met die pasjes en meubel. Van die gekke dingen. Nou ja, ik vind het een lekkere funky track. Ik heb het nooit eerder gehoord, maar het doet hem wel. Je moet bewegen, dus ik vind het wel een goede track. Een goede gouden ouwe. Meneertjes, dat is zo corny.